Je zit er niet op te wachten dat over 25 jaar weer uh, hetzelfde probleem optreedt. Het probleem nou met deze balk, met deze standaard, zijn deze scheuren die we ontdekt hebben. En die scheuren die zijn ontstaan omdat het hout van binnenuit aan het rotten is. Dit zorgt voor flinke kopzorgen bij de molenaars van de molen Nieuw Leven in Valburg. Terwijl de molen pas 25 jaar geleden gerenoveerd is. Na het zien van de scheuren kwamen ze meteen in actie. Toen die scheuren eenmaal begonnen te werken, dus dat we zeggen tot echt met uh, het draaien, dat, we, uh, dat ze groter en kleiner werden. Toen hebben we hulp ingeschakeld door middel van eerst de molenmaker molen en later dus een uh, adviesbureau die ging kijken wat er aan de hand was. Het plaatsen van een nieuwe balk neemt veel tijd en geld in beslag. En door een andere, veel grotere renovatie elders in Europa komt er nu nog een probleem bij. Het probleem is dus een beetje nu op het moment dat Frankrijk heel veel hout nodig heeft voor de restauratie van Notre Dame. Dus echte grote eikenhouten stukken, dat is gewoon heel moeilijk om die te vinden. Vandaar dat het nu ook besloten is om te kiezen voor een stalen kern en dan die te bekleden met hout, zodat het ja, van buiten gewoon echt is. Maar van binnen dat je toch wel wat extra stevigheid hebt. En dat het ons ook niet de volgende keer nog kan gebeuren, natuurlijk. Want je zit er niet op te wachten. Dat over 25 jaar weer uh, hetzelfde probleem optreedt.